heb je allemaal op de trampoline, joh? Kan ik lekker muziek mee maken? Lekker muziek mee maken? We zijn op de kermis en we gaan in de olifantjes. En het is een hele speciale dag. Ik ga naar school! Ja, we zijn aangekomen in Walibi. Woehoe! We hadden storing, dus we konden echt 10 minuten. Konden we niks in het bloed zitten. Vandaag ben ik bij Blush Skin Clinics in Eelde. Manicure krijg ik met gel lakken. Goedemorgen en wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag en ik ga deze dag beginnen met een rondje hardlopen en ik heb de echt geen zin in. Maar woensdag kon ik ook niet, want toen was Luna thuis. En 's avonds had ik training. En ik ga eigenlijk nooit graag 2 dagen achter elkaar. En dit weekend wordt ook lastig. Dus deze week is het maar 2 dagen in plaats van 3. Maar goed, ja, geen idioza, dacht ik. Als het een keer niet uitkomt, dan komt het niet uit. Nou, volgens mij is het laatste dat jullie hebben gezien is dat ik vertel dat ik absoluut geen zin had in hardlopen. Dat heb ik wel gedaan. Het is inmiddels al bijna 20 voor 1. Heb ik de vlog afgeëdit en die is aan het exporteren momenteel. Ik ben even wat eten aan het maken voor mijn lunch, zeg maar. Eitjes en rijstwafels, bijna standaard procedure. Vandaag verder de planning. Ik niet heel veel eigenlijk. Ik kan wel even vertellen waar mijn sieraden van zijn. Ik krijg toch nog vaak de vraag. Ik heb deze van My Jewelry. Daar zit zeg maar een L-letje op van Luna. En deze is eigenlijk, moet hij andersom. Er zitten allemaal diamantjes op en dat vind ik minder mooi. Is van Momo. Van het merk van Monica Geuze en Danique. Oorbellen zijn ook van Momo. Ja, ik moet nog naar de winkel. Ik moet geld gaan pinnen. Want vanavond hebben we een verjaardag van de vriendin van de broer van Sander. En dat is dat eigenlijk dan wel voor vandaag. Oh, ik heb mijn haar even gedaan. Het is inmiddels 3:15. En mijn video is nog steeds aan het exporteren. Het duurt zo lang. Ik erg me. Daarnet was hij eigenlijk al helemaal klaar. Toen was hij klaar en toen zei hij dus... Oh ja, dat mijn geheugen vol zat. Dus moest ik eerst allemaal shit gaan verwijderen. En nou, dat duurde dus ook nog even. En toen moest ik hem weer opnieuw exporteren. En ik denk dat het echt wel 2 uur duurt voordat deze video geëxporteerd is. Hij is ook bijna... Hij is ruim 3 kwartier. En ja, dan moet het dus ook nog uploaden op YouTube. Hij moet over 2 uur online staan. Ik denk dat het dat wel net gaat lukken. Ik hoop het. Irritant weer. En dan moeten we nog naar de winkel zo meteen. Maar dit moet eerst geregeld worden. Dus ik moet even opschieten. Lekker gezond doen. Nou, we zitten even gezellig met z'n drieën te eten. Luna heeft poffertjes en Sander en ik hebben salade. En Sander had net ook poffertjes. Oh ja, Sander had net ook nog poffertjes gehad, hè? Ja, en ik wil poffertjes. Ah. Jij wil nog zo een, hè? Ik wil net zo een. Vind ik lekker. Heb je allemaal op de trampoline, joh? Kan ik lekker muziek mee maken? Lekker muziek mee maken? Ja. Muziek. Nee, niet doen. Kom dichterbij. Dichterbij. Oh, pas op, doet pijn. Dichterbij, dichterbij. Dichterbij, dichterbij. Doe dat bij mij. Oh. En nu de ogen gaan raken. Nou, ik heb me klaargemaakt. En... Oh, sorry, heb ik al gedaan. En ik heb een blouse aan van de Zara. Dat heb ik voor het eerst aan trouwens. Heel leuk, oversized. Met gewoon een shirtje van de short, spiker short, hoe noem je dat? Spijkerbroekje, jeetje. Van, ook van Zara. Van de zomer gekocht in Frankrijk. Nee, ik wil het niet. En Luna, wat heb jij aan? Een jurkje van de Zara. All Zaar. En een zonnebril van Ray-Ban. Op naar de verjaardag. Morgen, het is vandaag zaterdag. En ik ga even lekker ontbijten. Luna is er ook. Doe je speentjes uit. Mevrouw bijna naar school. Hé. Hey. Ja, dat is heel heet. Als ik naar school ga, dan doe ik deze steeds
heel lang uit. Heel lang? Oké. Okay. Nou, in ieder geval, wij gaan zo meteen even lekker naar de stad. Ik ga mee. Ja, Luna gaat mee. We gaan even, nou, shoppen. Sander wil volgens mij even kijken naar wat dingen. Ik ook altijd wel. En even voor Luna misschien. Even zien. Ik ga eerst in ieder geval even eten. En dan gaan we daarna. En vanmiddag, dat moeten we trouwens ook doen. Even een cadeautje halen. Want we hebben vanmiddag een verjaardag van een jongetje van Sprankel. Van de opvang. Nou, welke jongetje? Mikey. Mike. Oh. Dat kan vertellen toch? Daar hebben we een feestje van. Lennon komt ook weer. Wil je ook een hapje? Ja. Oké, ik ga even eten. You're so cool. Yeah. Wie heb je dat geleerd uit dansen? Niemand. Oh, van mij toch? En Jill. Nou, we zijn nu dus even in de Zara aan het shoppen voor Luna. Dan een heel leuk rokje aan. En ik heb zelf deze al gezien. Nee. Die ben ik. En ik haal even een. Ik ga even dit leren jasje voor haar meenemen. Maar verder baal ik echt heel erg. Want ze zat eindelijk in 110. Dus die zat bij de kindermaten hier bij de Zara. En nu hebben ze die 110 bij de babymaten gevoegd. Dus nu kan ze alsnog weer niet. Die, tenminste bij veel dingen niet die 116 aan. Dus ik baal. We zitten nu even lekker bij de drie zusters. En we gaan even lekker wat lunchen. Luna. En daarna nog even over de kermis. Misschien nog even kijken of Luna nog ergens in kan. En dan weer richting huis. Niet zo heel veel dingen gekocht, maar Sanne heeft nog wel een mooie trui gekocht. Ik ga het laten we straks thuis nog wel even zien. Ik ga het even doen. Oké. We zijn op de kermis. En we gaan in de olifantjes. Doei! Wauw, we gaan zo hoog! Gaan we naar beneden? Zelf bedienen. Nog hoger? Wij zijn onderweg naar jongetje, de verjaardag van het jongetje van Luna's crash. Ik kan daar verder niet filmen, dus dan weten jullie dat alvast. Maar daar gaan we nu dus naartoe. Zin in Luna? Mooi. Hallo, het is inmiddels heel laat, veel later bedoel ik, kort voor 9. En Luna ligt al op bed. Het was super gezellig op de verjaardag bij Mike. Bij het jongetje van Sprankel. Emma is er ook. Alweer. En het is een feestweek in Eelde hier in ons dorp, het is Corso. En het is gisteren begonnen. En vanavond is de misverkiezing. En daar gaan we naartoe. Dus vandaar dat ik er een beetje opgetut bij zit. En ik zit nu wijn te drinken. En Emma niet. Nee. Emma is gisteren al geweest. Dus die kan geen wijn meer zien. Goedemorgen. Het is vandaag zondag. En gisteren was erg leuk. Of nou, erg leuk. Was wel leuk. Was wel gezellig. En vandaag is het super mooi weer. Sorry, ik zie er waarschijnlijk echt niet uit. Ik ben een beetje moe. Dat is zeg maar het nadeel als je lekker op stap gaat. En dan dus gewoon om 8 uur of 7:30 een kind naast je bed hebt staan. Minder. Maar goed, we gaan lekker naar het Hemelrukje. Strandje-achtig iets hier in de buurt. Heb ik echt heel veel zin in. Lekker eten kopen gaan we eerst nog doen.
En dan daar lekker de hele dag vertoeven. Goedemorgen, het is vandaag maandag. En het is een hele speciale dag. Ja, en ik ga naar school. Ja. Kijk, je melk. Dus wat wij hier nu aan het doen zijn, is de broodtrommel klaarmaken. Zeer belangrijk. Ik was net even broodjes aan het smeren. Ja, hier stopt het. Ik hoop dat dit past. Ja, kijk aan. Het past precies. Ik heb voor haar druifjes en broodjes. Wacht, we doen deze ook zo. En ik had hier ook al een bakje. Oh, die staat hier. Er zit kiwi in. Goed zo, schat. Gaan we hem dicht doen? Ja. Ga jij nog even oefenen met dicht doen? Ja. Kan ik laat het zien. Kan je dat precies? Ja, precies. Is die open? Goed zo. Ik heb hem dicht. Heel goed. Gaan we het nu in je tasje doen? En Luna heeft ook een nieuwe tas. Ik heb deze van Weekamp. Als ik het goed zeg. Nu gaan we mijn beker invullen. Ja, maar ga eerst maar even je bakje erin doen. Je broodtrommel. Doe je hem erin? Weet je nog hoe we het hadden afgesproken? Ja. Goed zo. Die mag er ook al bij. Doe maar ergens. Maakt niet zoveel uit. Oké, en die hiermee. Zet hem even hier neer. En dan moeten we inderdaad gaan bedenken. Wat wil je in je beker? Aha. Ja, wil je Ranja erin? Ik weet niet of dat mag. Maar laten we het maar doen. Eerste dag is toch niet zo erg. Oeh, dat scherm wordt echt steeds slechter. Heftig. Inmiddels is het, wat is het? 10:30 geweest. Kort voor 11. En Luna is dus op school nu. Oh, ik vind het zo spannend. Nou, ik vind het niet heel spannend, maar het is meer dat ik heel erg benieuwd ben hoe ze het doet en hoe ze het vindt. Want het is natuurlijk heel anders ineens. Hebben ze zeg maar nou zelf een broodtrommeltje mee met een beker. Dus dat moet ze allemaal zelf ja, pakken, open doen. Regelen van wat ga ik nu eten. Dat is heel anders dan bij de opvang. Daar wordt het allemaal gedaan voor ze. Dus ik ben echt super benieuwd hoe ze dat allemaal doet. Ook een beetje eigen onzekerheden van heb ik wel goede dingen meegegeven. Want nou, het is nu tegenwoordig heel erg zo dat ze geen suikers en zo mogen. Of zo min mogelijk. Goed, ja, ik heb wel gewoon oranje aan zo. En een pakje zelfs. Ik weet eigenlijk niet of dat mag. Maar ik had nog geen twee bekers. Dus ik ineens bedacht ik me, oeh, ze zouden eigenlijk waarschijnlijk twee bekers mee moeten. Want je hebt en broodje eten. Luna heeft, ze hebben bij Luna op school continu rooster. Dus ze eten broodje op school. Zij is om 14:45 al vrij. In plaats van dat ze tussendoor dus nog naar huis gaan of naar de overblijf. Goed, dus ze moet en om 10:00 en om 12:00 drinken. Dus toen bedacht ik me dat later ineens van oei, dan moeten ze eigenlijk twee bekers. Zodat ik nou ja, in de ene water of zo kan gaan doen en de andere Ranja. Want ik denk dat twee keer Ranja of twee keer iets zoets eigenlijk niet helemaal de bedoeling is. Maar ze houdt ook niet zo heel erg van koude melk. Dus ja, anders had ze dat mooi gekund bij het broodje. Maar dat wou ze ook niet. Dus nou, ik dacht, weet je, ik geef haar wel wat mee wat ze lust. Nou ja, zomaar. Maar goed, dat ben ik altijd dan een beetje spannend allemaal. In ieder geval, Sander is vandaag thuis. Hij ligt nog in bed. Oh my god, echt, er zit zo'n immens grote spin hier. Echt smerig. Hij zit aan de buitenkant hoor. Hij zit niet binnen. Maar goed, Sander is dus vandaag thuis. En wat ik dus ook niet wist, want ik had verder niet echt informatie ontvangen voordat ik haar naar school moest brengen, zeg maar. Dus dat ze eigenlijk allemaal een beetje van die soort van slofjesachtige schoentjes of zo aan hebben. Omdat ze daar dus de schoenen uit moeten en dan wel iets om hun voeten moeten. Dus had voor Luna vandaag helemaal niets. Dus ze is nu op blote voeten, denk ik. Of op haar sandalen. Ik weet niet wat ze hebben gedaan. Maar goed, dus dat moet ik ook nog even halen. Ga gewoon naar de Scapino en haal ik denk ik gewoon van die simpele gimpies met klittenband. Dat ze daar mooi op kan lopen. En die dan daar gewoon laat staan. En daarna, ja, ik weet eigenlijk niet wat ik wil gaan doen vandaag. Het is eigenlijk, ja, het is super mooi weer. Dus eigenlijk zou je denken, ik ga ergens naar het water. Maar oh, ik weet eigenlijk helemaal niet of ik er zin in heb. Kan ik eindelijk een keer zonder kind lekker ergens liggen met Sander. Want eigenlijk is Sander normaal in het weekend. Dan doe ik het niet. Nou ja, moet maar even bedenken nog. Ik ga nu eerst even eten. Een beetje laat ontbijt vandaag. En ik heb ook niet hard gelopen. Dus doordat ik Luna naar school moest brengen. Wou ik daar niet in mijn sportkleding en zo aankomen. Vond ik niet echt charmant. Al voor de eerste keer al helemaal niet. Dus ik dacht, nou, ik ga gewoon niet. Want ik had me al dus allemaal gedoucht. Ik had niet zin om nog weer dan weer te moeten douchen. Dus heb ik even overgeslagen. Oeps. Misschien ga ik deze week wel gewoon niet even klimatiseren en zo.
Ik weet het nog niet. Het is vandaag dinsdag. En sorry voor mijn dramatische vlog. Ja, gevlog van de afgelopen dagen. Ik heb niet heel veel gevlogd. Maar goed, gisteren hebben jullie volgens mij voor het laatst gezien dat ik heb verteld dat ik Luna naar school had gebracht en zo. Heb ik net weer gedaan. Het was allemaal super goed gegaan gisteren. Zo jaren in de klas zat, zei ze. Dus dat is altijd fijn om te horen. En ze is nu dus weer op school. En wij gaan vandaag een dagje naar Walibi. Met twee vrienden. Een vriendinnetje van mij en haar vriend. En met Sander dus. En daar gaan we dan meteen naartoe. We wachten nu tot ze er zijn. En dan kunnen we zo. We zijn aangekomen in Walibi. Woehoe. Leuk jongens. Zin in? Top. Ik heb er wel. Dan pak je tickets erbij, lieverd. Oh ja. Buideltasje. Nee, maar je moet haar scannen. We gaan als eerst in de Goliath. We zijn al bijna aan de beurt. Zin in? Ja. Sander vindt het wel een beetje spannend. Hè, schat? Auto's in je tas. Pas nee dan. Oh, zou ik wel doen. Nou, we zitten nu even te wachten op Kevin, want die is naar de wc. Het duurt heel lang. Maar goed, de express waar we in wouden gaan, die is dus dicht. En ze weten niet of het vanavond niet open gaat. Dus nu gaan we zo naar de Speed of Sound. Gewoon te wachten op Kevin. We zijn nu al in de Goliath en in de El Condor geweest. El Condor was ongeveer ook wel ruim een half uur wachten. Maar er is nog maar één trein op. Dus ik hoop dat er straks twee treinen open gaan, zodat we dat wat allemaal sneller gaat. We zijn bijna aan de beurt en dan gaan we in de Lost Gravity. We zijn altijd op in die video. Kijk dan, het scherm. Het is niet helemaal meer goed. Helemaal goed. Bijna aan de beurt. We zijn net in een soort van neurodokterhuis geweest. En dan krijg je dus zo'n bril op. En dan zo'n VR-bril. Oh, nou zo. En dan zie je dus allerlei dingen. En dan ga je de stoel en zo. Pakken raar. Alsof je een pilletje neemt en zo. Zo krijg je allemaal te zien. En witte chocola. En doe maar kiwi. Doe maar karamel. Time party! Eigenlijk heel smerig. Ik moet hem weg. Oh nee. We zitten nu even te chillen. We waren net in de Unlimited of zo. Dat is de Robin Hood. Die is vernieuwd. En hoe ging het? Heb je beroerd? Nee. Ging het goed? Ja, ja. Wat dacht jij dan? En we hadden storing. Dus we gingen ergens, maar net voor dat we weer terug waren, stonden we ineens stil. Stonden we echt 10 minuten. Konden we niks in die bloed zitten. Maar goed, nu zijn de jongens even net in een soort van heel hard draaiend iets geweest en wij hebben even in de schaduw gechilled. Het is nu trouwens geen zon. Je moet je thuis ook hebben, Sander. Ik hoop dat ik dit goed film, maar echt dat scherm is helemaal aan de tegen. Best een middenknip. En nu gaan we denk ik even nog ergens wat snel wat drinken. Drinken halen en dan op Busan. Hè? Precies, wat vond je ervan? Leuk hoor. Ik heb hem gaat de ring gooien. Nee. En dan moeten we hem om die middelste gouden gooien. Dan vinden we zo'n giga teddybeer. Niet zo snel. Kevin. Hier met de light. Oh, wel. Je moet hem toch om die gouden. Meer met de light doen. Kijk die Kevin. Wat meer met de light. Stil nou, hij moet hem constreren.
Kevin. Oké, okay, wij zijn inmiddels weer thuis. Snel is ook gearriveerd. En we gaan heerlijk eten, hè, Leun? Lekker. Soep. Ziet er even niet zo smakelijk uit. Zo. Broodjes. Knakworsten. Sla. Ja, wacht, die heb ik laatst nog gewassen, maar het wordt gewoon snel vies. Mmm, wijntjes. Lekker. Gisteren. Leuk. Ik zit altijd ongeveer met van die tonnetjes. Voor de kinderen. Voor de kinderen. Voor de kinderen. Sander. Zo. Nou. Wrijven, je doet ook niks. Ja, maar moet je die vlek eruit wrijven. Oh. Oeh, het voelt echt naar. Waar zit het dan? Moeder is dus even de was aan het doen. Het scherm is niet helemaal meer. Hi. Weet je zeker dat je het volgende week wil zien in de week, toch? Ja. Jij ook? Ik niet aan op tafel. Joehoe. Luna is naar school geweest, dus het hele school, hele shirt, jurk, witte jurk zit onder de verf. Ik ga proberen of ik het er nog uit kan halen. Mom life. Hoe noem je dat ook alweer? Mom life. Niet geprobeerd is altijd, nee? Niet geschoten is altijd mis. Niet geschoten is altijd mis. Je lijkt ook wel een beetje op Nel met die jurk. Heerlijk. Morgen, het is vandaag woensdag. En ik ben klaar om op de fiets te stappen. Want ik ga weer naar Blush. Daar doe ik altijd mijn wenkbrauwen. Blush Skin Clinics heet het. En ik ga daar namelijk vandaag weer mijn wenkbrauwen laten doen. En daarna meteen erachteraan mijn nagels. Voor een gel lakkie. Nog nooit gedaan daar. Dus ik ben heel benieuwd. En ja. Ik ga weer op de fiets. Vanochtend Luna weer naar school gebracht. Die heeft helemaal naar binnen naar de zin. We zijn vanochtend op de fiets geweest. Zij op haar eigen fiets, zeg maar. Haar fietsen. Oeps. Oeps. Ja. Want vanmiddag haal ik haar op samen met mijn moeder. Die past altijd de woensdag. Die gaat oppassen op woensdag. Dus vandaag gaan we nog even samen op. Vandaag ben ik bij Blush Skin Clinics in Eelde. En ik heb net, zoals je kan zien, de wenkbrauwen al gedaan. Ik doe hier vaak een henna treatment. En zometeen ga ik ook de nagels doen. Het is gedaan door Nienke. Hi. En ik ga zometeen ook mijn nagels doen. Manicure krijg ik met gel lakken. Ja. Ja, helemaal leuk. Dat gaan we hier doen. Dus helemaal goed. Ik ga nu eerst de nagels voorbewerken. En dan kan jij vast een leuk kleurtje uitkiezen hier. Ja. We hebben een heleboel, dus... Oeh, lastig. Ik ga nu de volgende stap doen. Ik ga gel eens bij je gebruiken. En dat ik zag dat je nagels ook wat droger zijn en het iets dunner. Ga ik ook een verstevigende lak aanbrengen. Zodat je nagels ook echt wat langer kunnen groeien dan normaal. Ja. En zodat het niet zo snel gaat breken. Snap ik. Nee, helemaal goed. Dit is puur om te ontvetten en het vel eraf te halen. Zodat de lak straks mooi gaat hechten. Ik er nog eens op, wat zei ik die net? Ja, dus die is echt een roze. Oh ja. Zie je, die zijn ook wel aardig nu, maar deze is net wat warmer. Dus dat is heel mooi bij je huidskleur. Ik denk dat ik die wel mooi vind. Ja, oké. Gaan we die doen? Top. Ja. Leuk. Nou, de kleur zit er nu al.
past heel leuk bij je huidskleur, vind ik. Dan gaan we nog een beschermende glanslaag doen. Ja, helemaal goed. Nou, nagels zijn helemaal klaar. Ik geef nu een verzorgende olie, zodat de nagelringen mooi soepel blijven en de nagels ook mooi gehydrateerd. Ja. Ik kies weer over de handcreme Rose Amélie. Zo, het is inmiddels 4:15. Ik verwacht Sander zo thuis. En als hij thuis komt, ga ik richting Chanel. Een vriendinnetje van mij. En met twee andere vriendinnetjes gaan we daar lekker eten. Ik weet niet of ik het al had verteld, maar het is deze week feestweek hier in het dorp. Volgens mij heb ik het wel verteld. Het is Corso. Corso dus. En woensdag vanavond. Jeetje. Vanavond is er Hollandse avond. En daar willen we natuurlijk bij zijn. Niet missen. En we gaan lekker kaasfonduren daar. Maar ik neem mijn camera dus niet mee, want... die wil ik vanavond niet mee de tent in nemen. Sander is er, zie ik. Want dat past ook niet goed in mijn tasje. En ik vind het ook een beetje te tricky. Dus ik ga mijn camera thuis laten. Dus deze sluit ik de dag vandaag af. Wat heb je? En daarna is ook weer... Hoe was het op school? Vandaag. Leuk, hè? Het is erg naar haar zin, dus dat is super fijn. Goed, ik zie jullie morgen weer. Hoi. Hallo. Nou, vandaag helemaal niet gevlogd. Echt heel moe. Feestje gisteren was leuk. Maar goed, dat merken we de volgende dag wel altijd even. Ik ga nu de vlog afsluiten. Het was alweer de laatste dag. Dus doe je allemaal heel erg bedankt voor het kijken. Als je deze vlog nou leuk vond, doe dan even een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zie ik jullie graag volgende week weer. Doei!